Ik ben Ed Gerritsen, 6 januari 1987 heb ik een ongeval gekregen. Ik zie het nog zo voor me. Rode DAF was het. Ja, die waren al gevaarlijk, DAFjes, maar het was ook nog een rode. En ik kreeg al gelijk het onbehagelijke gevoel, hij gaat toch niet afslaan. Dus ik zat al met mijn voet boven de rem en ja, hij slaat gewoon af. Hij ziet niets aankomen. En nou ja, dan probeer je te remmen zo hard als je kan, maar er valt niks meer te redden. Je knalt er gewoon bovenop. En je beseft je heel goed dat je dood bent. En dan merk je dat je dus in een tunnel naar het licht toe bent, waar je een heleboel duizenden miljoenen wezens ziet. Daar herken je ook direct je dierbaren, levend of overleden. Dat maakt niet zoveel uit, ze zijn daar. En ik denk ook dat ze daar zijn om de overgang van leven naar dood gemakkelijker te maken. Totdat iemand, nou ja, toch wel behoorlijk ver in die tunnel opmerkt ineens van, hey, wat doe jij hier? Ga eens gauw terug. En dat was toch wel behoorlijk dringend, zoals dat gezegd werd. En ja, vanaf dat moment zit je ook weer, of lig je eigenlijk achter, onder in de auto. Ja, dan ben je dus weer terug op aarde. Mijn auto die was keurig aan de kant tussen een paar bomen neergezet en er was ook niemand aanwezig. En ja, bij die man die dit veroorzaakt heeft, daar stond een heleboel mensen en de politie was daar en weet ik het allemaal. Achteraf denk je dan van ja, hadden ze de hoop al opgegeven? Ik ben uiteindelijk bij een zenuwarts terechtgekomen, omdat mijn huisarts zei in eerste instantie van daar ging ik de volgende dag naartoe. Want ik had veel hoofdpijn en ik was niet lekker. En ik denk, nou, dit gaat niet goed. En toen zei hij, nou, er zitten een paar kneuzingen in je hoofd en neem 2 dagen rust en dan is het wel over. Maar na een jaar was het nog niet over. En toen kwam ik bij een zenuwarts terecht. En die kwam erachter van, die zei tegen mij van, nou, je hebt een whiplash opgelopen. Mijn hersenen werken niet meer zoals ze voorheen deden. Dus ik heb ook een niet aangeboren hersenletsel daarbij opgelopen. En dat betekent dat ik cognitief een half uurtje, 3 kwartier kan presteren en daarna niets meer van de dag. Dat is afgelopen. Ik kreeg toch wel heel erg de behoefte om dat verhaal te vertellen, maar ik kon het niet verwoorden. Maar ik kon het wel beeldend uitleggen. En dat heeft me heel erg geholpen om
het verhaal te kunnen vertellen en ook te kunnen verwerken. Hier is geschilderd mijn levensweg, symbolisch, met obstakels, klein en groot. Maar hier is één obstakel en daar groeit, dat is een hele grote obstakel, en daar groeit dat ongeval uit. Daar kan ik ook met geen mogelijkheid omheen. Het gevolg is dan ook een hevige knik in de nek. Alles wat je hebt gedaan, dat staat hier in een opgaande lijn. Het zijn allemaal taken die ik verricht heb. Dat zijn dingen die ik gedaan heb, waar ik gespeeld heb, noem maar op. Al dat soort dingen. Maar nu zijn er ook een aantal. En die gaan hier naar beneden. En dat zijn allemaal dingen die ik nog had moeten doen op dat moment. En als dat er maar heel veel zijn, dan vloeien ze hier symbolisch uiteen. En dat geeft voldoende vastigheid om terug te keren naar aarde en om die dingen af te maken die je nog moet doen. Het derde schilderij, daar ben ik inmiddels onderweg in de tunnel naar het hemelse licht, zoals ik dat dan noem. En dat zit daar helemaal bovenin. Maar in die tunnel zijn er allemaal wezens aanwezig. Bij mij waren dat allemaal hoofden. Duizenden, miljoenen misschien wel, ik weet niet. Maar tussen al die hoofden daar zie je in één opslag of ze nou hier zijn of ze zijn daar. Daar herken je al je dierbaren. Het licht in de verte, dat kan ik hier niet weergeven. Dat heeft een ongelofelijke schoonheid en kleuren die wij op aarde niet kennen. En, dat is gewoon een heel fijn moment geweest. Het vierde schilderij, dat verbeeldt het teruggaan. Het teruggaan naar aarde. Ik ben hier al heel ver, kort bij zelfs, bij het licht. Dat is uiteindelijk het doel van deze tunnel. Maar daar is er toch iemand en die staat hier eventjes groot symbolisch aangegeven. Van die opmerkt van... ook zegt van, hé, wat doe jij hier? Ga jij eens even gauw terug. En op dat moment heb je ook dan heb je daar geen controle meer, want dan ben je ook gelijk weer terug. Nou, het laatste schilderij gaat dus over het opnieuw geboren. Dus dan ben je, je bent weer terug op aarde, terug in de realiteit. Maar je bent wel opnieuw geboren, dat wil zeggen. Je bent niet meer wie je was. Je bent een ander mens geworden, in hetzelfde lichaam. Hier zit gewoon heel veel in dit schilderij. Het doet me nog heel veel als ik hier naar kijk. Ik kan er ook nog niet alles van vertellen. Hoe is het nu met je? Ja, het is prima. Ik wil jou kijken of die bijna dood ervaring.
Nou, ik heb daarmee leren omgaan. Want ze zeggen wel, je moet ermee leren leven. Maar er is geen enkel boek die aangeeft hoe je dat moet doen. En er is niemand die weet hoe je dat moet doen. Dat moet je zelf uitzoeken. En dat is vallen en opstaan. En op een gegeven moment kan je ermee omgaan. En je kan, maar het is nog steeds moeilijk. Maar je moet ermee, je moet door. Ja. Van geniet van het leven, zolang je daarvan, zolang je dat kan. Kijk naar andere dingen. Wees niet materialistisch. Ja, noem maar op. Het leven draait daar niet om. Het leven is te waardevol. Ja, ik kan van de kleinste dingen kan ik intens genieten. Geniet van het leven. Hoe mooi kan het zijn als een bloemetje uit het gras komt? Je moet het wel willen zien.